15-jarig bestaan. 15-jarig bestaan. Oh ja, de uitnodiging. Uitnodiging komt morgen binnen. Dat is die een boel in zak doen. Goedenavond. Impact is er vanaf vandaag 3 keer in de maand op dit tijdstip. En we beginnen meteen maar met een jubileum. Het is u tot nog toe misschien ontgaan, maar in de Achterhoek is het op dit moment groot feest. 15 jaar geleden begon Benny Jolink uit Hummelo met een aantal jongens uit zijn omgeving een bandje met de naam Normaal. En ze zongen liedjes in hun eigen dialect. Met teksten waarin ze zich afzetten tegen de grote stad en het opnemen voor de boerenbevolking. Hans Polak maakte een documentaire over Normaal. De boerenrockgroep die de plattelandsbevolking al 15 jaar meer geeft dan muziek alleen. Dus hier zat dan plaats van. Slagwerk en saxofoon, dat is het tweede. Meer hebben we niet. Is het genoeg? Jan, jongens zijn er al niet. Wij zijn normaal. Ja, dus. Jullie zijn normaal. Ja. En Gert en Hermien? Nu ook weer. Ja, die zijn door ons weer bekeerd door het normalisme. Het helpt een goede part. Waar is ze afgedwaald dan? Ja, dat is natuurlijk een kwestie van terminologie, maar zo zou je het kunnen zeggen. Ik had begrepen dat zij de heren hadden gevonden. Bij jullie moeten we dat ja, nog maar van. Nou hebben ze er 4, maar... Gezien de reacties erop is het wel een hoogtepunt, ja. Voor hun iets meer dan voor ons. Maar omdat het voor hun een soort terugkeer is naar de begane grond, zal ik maar zeggen. Ze zeggen dat u nu eindelijk normaal wordt. Nou, we zijn eigenlijk zijn altijd wel normaal geweest. We zijn altijd normaal geweest, alleen er is wat bijgekomen in ons leven, wat erg belangrijk is. Maar we zijn normaal gebleven en dat is erg belangrijk. Dat je echt weer gaat inzien dat zulke dingen ook mogelijk zijn. Heeft u de heren nou afgezworen? Of? Nee, nooit van zijn leven. Nee. Zou niet durven, zou niet willen, zou niet kunnen. Maar u staat nu vanavond met normaal? Ja. Met mensen die toch de heel anders tegen het leven aankijken dan u, denk ik. Dat zijn gewoon hartstikke leuke mensen. Ik vergelijk deze jongens met een Israëlische cactus. Want daar broeien de cactussen, ja. Die kun je eten. En die heten sabra's. En deze jongens zijn precies zo. Ze zijn stekelig van buiten, maar ze zijn zoet van binnen. Wat is dat nou, heuken? Want mij zegt het niks, hoor. Nou, een beetje een heuken, dat deden en aangaan, hè. Nou, ze hebben als geen andere groep, denk ik, in Nederland een enorme binding met hun streek. De roots zijn enorm sterk, de Achterhoek, hun band met de arbeidersbevolking. Ze zijn als geen ander heel origineel bezig. En ze hebben, en dat is heel belangrijk, zich nooit aan trends onderworpen. De muziek van Normaal is altijd gebaseerd op rock'n'roll, rhythm and blues. Teksten in het dialect, waarvan iedereen in het begin dacht, dat gaat wel over. Maar het ging niet over. Je bent zonder kaartjes hier rennen gewoon. En wie heeft er al een stuk of 8 gekocht voor 700 stuk dus? 70, ja. Hoeveel is de normale prijs dan? Normale prijs 17,5. Jullie zijn bereid hoeveel te betalen? 150 gulden. 150. Wie zal erin komen? De waarheid en de andere, dat durft niet. Ja. Maar die 80%, dat hebben we de laatste tijd vooral gemerkt. Dat zijn mensen die echt achter ons staan. Maar ook zeggen, het is gewoon te gek dat jullie dat gaan doen.
En dan zijn er weer een paar mensen die zeggen, ja, maar jullie hebben toch gezegd, ga nooit meer terug naar de showbiz. Ik zeg, kijk, dat is natuurlijk een verandering. Ik sta hier niet met een krat bier naast me, dat deed ik vroeger wel. Ja. En Hermien had al een fles sherry op en we hadden nodige pillen al op, ja, als we gingen beginnen. En dan, ja, nee, we hebben een zekerheid, meer. Maar we hebben gewoon zin erin om vanavond echt gewoon met die jongens uit de bol te gaan. Het is maar even. En dan is het die afgelopen. En Heuken. Wat is dat eigenlijk, Heuken? Dat is... dat is woord voor brekken, soep en ago. Maar ja, dat kan. Nee, niet kwalijk, maar ik versta er echt niks van. Dat is... breken, ago, een beetje doordonden. Daar kom je veel. Toen wij de eerste klanken van de band hoorden, toen hebben we gelijk gezegd van nou, we moeten kost wat kost een keer in Toldijk komen. We wilden dat eerst in de zaal doen, maar eigenlijk zag geen zaalhouder dat zitten. Want er gingen heel wilde verhalen over meubilair wat afgebroken werd en allemaal die ongein. Dus toen hebben we gezegd, dan doen we dat in een tent. En het typische is dat hier nooit wat gebeurt. Er wordt nog voor een kwartje vernieuwd, terwijl er 4000 man zitten en die hebben alleen maar schrik. Dat is feest. Zie dat? En er helemaal geen problemen hier. Allemaal bewaakt hier. En bewaakt wordt niet betaald. Allemaal vrijwilligers. En dat mooiste van zo'n klein plaatsje. En iedereen doet mee? Iedereen doet mee. En niemand vraagt geld hier. En gezelligheid. Het is een heel apart gebeuren. Daar vond ik me nu over dat ze her en ver komt. Van Zevenaar, van die dam, van heel ver komen. Ja, overal bedaan. Naar dit tolletje toe. Raar maar waar. Nog nooit vertoond in de Toldijk. Nog nooit in de Achterhoek. Nog nooit in Gelderland en in Nederland. Nog nooit vertoond in de hele wereld. Abonneer! Abonneer! Hier is dat! Helemaal niemand anders! De Wild Army! Gelderland en Next question. Nee, ik bedoel, als wij het allebei leuk vinden, zij en wij, dan is er, dacht ik, geen sprake van gebruiken. En zeker niet van misbruiken. Of gebruiken, ja, nou, waarom ook niet, ja. Alle artiesten die wij bij deze krant in ons archief bewaren, neemt normaal ongetwijfeld de dikste plaats in wat de mappen betreft. En dan moet je denken aan een actie ten behoeve van de voetbalvereniging De Graafschap, waar Ben Joling de zanger als een soort parachutist komt neerdalen en een plaatje presenteert. Een eigen biermerk, een aantal jaren geleden, heeft normaal een eigen pilsner op de markt gebracht. Grote happening, waar veel belangstelling voor was. Of de mascottes van normaal, kleine Hendrik en de grote Hendrik. Twee mensen die zo uit het café geplukt zijn en die voortdurend met de groep meereizen. En op het podium meedoen met allerlei tafereeltjes. U bent toch ook een beetje een deel van het succes, of niet? Gedeeltelijk.
dat deel dan. Wat voor deel dan? Huh? Omdat ik af en toe nog wat met gehoor. Tot oplossing van de zaak. Ik vind het ook heel interessant. Maar ik heb ook al wel gezegd, op mijn leeftijd, 66 jaar, nog met de groep. Heukt u nog een beetje mee? Huh? Ja. Ik heb in het begin van de 70e jaren op de Sociale Academie in Enschede gezeten. Een heel beroerde tijd met democratiseringsgolven, veel vergaderingen en een hoop ellende. En in diezelfde misère zaten de jongens van Normaal, toen nog niet muzikant zijnde. Ze studeerden aan de Sociale en de Kunstacademie. En we hebben dezelfde periode die studie afgesloten. Wat een verschrikkelijk gebouw. Ja. Ik heb gehoord dat ze tegenwoordig weer vol schildert. Dus wel weer... aan een vrij exacte manier van hard werken en ook modelstudies en dat soort dingen. Dat ze wel weer gewoon werkt. dat is toch wel heel anders. Ja, maar ik zal even goed zeggen, ah joh. Ja. Maar ik kreeg geen bepaald heimwee hier staan. Ben en ik zijn alle twee notoren hippies geweest, zoals het was. Ben studeerde in 1973 af van de Kunstacademie en ik van de Sociale Academie. En toen hadden we alle twee eigenlijk genoeg van de grote stad. We wilden weer terug naar het platteland. Had ik een paar teksten geschreven uit frustratie. Dingen van me afgeschreven. En toevallig was dat in het Achterhoekse taalwerk in Denk. En toen kwam ik Jan tegen. Op dezelfde dag dat ik terug verhuisde in 1973. En Jan had zo'n beetje een soort gelijk verhaal achter zich. En zei, hey, frik. En hij had net een drumcel gekocht en ik had net heel symbolisch had ik mijn retouche spuit. En tegenwoordig heet zo'n ding airbrush en is het heel in mij. Ik was een van de eerste in Nederland die zo'n ding had. Die heb ik ingeruild en alle kwasten en zo, die had ik ingeruild tegen een gitaar. Dezelfde tijd dat hij terugging naar de Achterhoek en ik terugging naar de Achterhoek, hebben we de avond van tevoren, de laatste avond in Enschede, hebben we allebei toevallig in hetzelfde café in Bolwerk, hebben we wat door zitten zakken. En daar kwamen we aan de praat over muziek. En laten we dan maar een bandje beginnen, zeiden we tegen elkaar. Maar de aanleiding was eigenlijk de muziektroep die er toen was geworden. Oh ja, zo begon het. We zaten onderweg te kankeren. Alles uit muziek. Omdat die disco begon toen net. God, verwarde kut muziek in de aanleiding door van... Laten we zien hoe het wel moet. Ja, laten we zien. Gewoon back to the roots, rock and roll. Doe maar normaal. De naam kwam ook al vrij snel hoor. Rolling Stones. Ja, Stones was de beste band. Ja. We zopen als tempelier. Ik kreeg 300 gulden. Absoluut een feit. We hebben een aantal optredens bij geweest waar we dus naast het... datgene waar we dan zelf verdienen, moesten we dan geld bijbetalen vanwege de drankrekening. Ja, ja. Ja. Gage van, zeg maar, net zoiets hij zegt, 300-400 gulden of 200. Ja. En dan meestal moesten we nog een beetje betalen, maar we hadden zoveel gezapt. Met vijf auto's naar de optredens. Ieder mijn eigen drumstel achterin. Ik had een lelijke ene, ik had een zanginstallatie. Die schaven met de zietkant over de grond en de bocht heen. Ja. Zo, een kapotte schokbrekers natuurlijk. En dan ging ik nog weer terug ook. Je snapt toch niet dat goed gegaan is al die keer. Is een bedrijf, dat brengt het met zich mee omdat je een heel serieus de weg op bent. De band speelt uitsluitend live, dus niet met band. Dat betekent 6 rodies, druk met opleggen, touringcar die tevens als kleedkamer dient. Dat betekent dus dat je een chauffeur, nou, dat doe ik er dan bij. Wat deed u daarvoor? Slager was ik. Want ik had natuurlijk meer verstand van koud vlees, maar blijkt nu, omdat ik er 4 jaar bij zit, dat ik ook verstand van wangervlees heb. Om dat te verhuren of te verkopen, of hoe je het maar noemen wil. Ja, in 8 maanden tijd komen we het hele land door. Ook in elke provincie speelt Normaal. Ook dat mensen, wordt me vaak gedacht, Normaal dat is nogal streek gebonden aan de Achterhoek. Maar ik bedoel er in de Achterhoek bijvoorbeeld maar 3. En in Zuid- en Noord-Holland staan we er toch gemiddeld 5 per provincie per jaar. En dan is Brabant natuurlijk, Limburg, Zeeland. Werkelijk elke provincie. Legion.
dus begonnen op te treden, bleek al heel snel dat, dat we daar veel succes mee hadden. Niet met de Engelse nummers, die we in het begin ook nog deden, en met de Nederlandstaligen, maar juist met die Achterhoekstalige protestsongs, want er waren het eigenlijk. Daar hadden we heel veel succes mee, daar scoorden we echt mee in de zaal. Dat waren nummers die ook makkelijk mee zingbaar waren. Want we hebben alle twee toch een beetje hoempa-achtergrond ook. Hoewel toen de tijd ontzettend haatte, want die waren toen echte notoren hippies en dan haat je natuurlijk hoempa. Maar hij, zowel als ik, woonde, hij in Hummelo en ik in Lichtenvoorde, woonde naast een grote zaal waar veel bruiloften waren. En er was elke avond werd je toch doodgegooid met Gerhard Wendland, Tanzen mit mir in de morgen en dat soort nummers. In ieder geval vonden we het goed om dat soort aspecten van die muziek gewoon binnen onze rockmuziek te integreren. Met name in refrein, dat die makkelijk meer zingbaar moesten zijn. En, zodat er in ieder geval voor een groot publiek daarmee aan mee kon doen. Dames en heren, hier zijn we dan eindelijk. Dit soortje ongeregeld noemt zich soms de Glanenbrugge muzikanten. We zijn nu even in cognito. En we gaan voor u even een half uurtje een beetje huilen en aanvallen. En dat gaan we doen met de heren van Normaal! Net zo min als seks of motocrossen, dat blijft leuk om te doen. En dat is ons wat ons op de been houdt, het live optreden. En dat moet je ook helemaal zien buiten die sfeer van artiesten, platenmaatschappijen, tv, radio. De fans in de zaal, dat is heel iets anders. Het zijn over het algemeen plattelanders en in ieder geval mensen die komen om een leuke avond te hebben. En wij zorgen daarvoor dat ze die avond ook echt te gek ervaren. En dat wordt verschrikkelijk gewaardeerd, direct, onmiddellijk. Je moet je voorstellen dat Normaal voortdurend te zien is in plaatsen als Stamperschat, Niemandsdorp, Kloosterzanden, plaatsen waar je nog nooit vaak van gehoord hebt. Drie huizen en een kippenhok, waar s'avonds als de tent open gaat, je denkt waar moeten de mensen in vredesnaam vandaan komen. En dan staan er toch 2000 mensen. Het land weer aangevallen. Door de Spanjaard met zijn machtige armee. Gaat de reet te lallen in de plaatselijke taveerde en de hoofdman op de plee. De hoofdman was knuppeldeel en de ganse schutterij te krijg het zullen we. De hoofdman haar op die scheep en de ganse schutterij was op die plee. Achterhoekse liedjes, bedoel, ze kenden de Driekersman allemaal, maar Achterhoekstalig liedjes en dan met rock'n'roll begeleiding, dat was toch iets helemaal totaal nieuws, dat had toch niemand wat verwacht. Dat is absoluut geen briljant idee of zo, maar ik deed dat in het Achterhoeks, de taal waarin ik denk. En ik had al veel meegemaakt dat als ik gewoon Achterhoeks praat in Amsterdam, waar ik ook gewoond heb, dat ze dan, zo gauw ik mijn mond opende, dat ze dan, zag ik onmiddellijk in hun houding van, oh, het is een boerenlul. Hij ziet er wel aardig uit misschien, want toen had ik heel lang haar en hippe pakken aan en zo. En nou, vroegen ze je iets heel geïnteresseerd, tot ik mijn mond opende en dan zag ik echt iets van, oh, boerenlul, omdat ik een accent had. Nou, dat heeft mij heel, heel diep gegriefd. Het is altijd een plattelands, een boerenrockband geweest. In de stad sloeg het toch minder aan. Nou, in het begin, voor Oerendhard, hebben we toch wel elk jaar
75, 76, 77 hebben we toch in Paradiso bijvoorbeeld Amsterdam nog gespeeld. Maar zodra dus Oerend Hart een hit werd, toen het in de top 10 binnenkwam, toen liet ze met name de Randstad het afweten. Oerend Hart kwamen ze door aangeschud. Oerend Hart, want ze hadden van de motorcross gehut. Langzaam rijden, dat deden ze nooit. Daar vonden ze toch Martien verknoot. Met de zon zien op Tonentine, is op de BSA. En je bouwt dus een stuk conditie op die ik absoluut nodig heb. Maar alleen hardlopen, dat is te saai. Dus, en dat is de reden waarom ik cross. Plus ook wel de sfeer op het renniskwartier. Vind ik heel wat prettiger als de sfeer onder de artiesten, moet ik eerlijk zeggen. Zit nou Oerend Hart? Nou, het kan wel een stuk harder hoor. Het hoort er echt bij, hè? Het is de mooiste sport die er is. Absoluut. Zware sport, maar echt het allermooiste. Als ik dit niet had, dan zou ik ook geen rock'n'roll spelen. Ah, maar ik denk dat een heleboel mensen die normaal gesproken niet eens zoveel om muziek gaven. In één keer in normaal hun helden zagen. Ja, niet zozeer mij, maar ik bedoel het hele gebeuren van... Hey, er zijn gewoon jongens die maken zich niet op of die zijn verder gewoon en die drinken een biertje en maken simpele, makkelijk in het gehoor liggende muziek. En ik denk dat die jongens dat, of de fans dat gewoon wel heel erg aanspreekt. Hier, liedje Spanning en 8 personen. Ja. Naar 7. En gaat u daar ook thema's aan? Ja, ik kom uit Stavros, maar ik kom van een andere persoon. Ja, en uw naam is? Compagno. Stavros. Jongens, wie gaat er mee naar binnen? Even kijken hier in de ruimte van de maal. De rest gaat naar de studio. Eerst de 20. Die 20 man. Die kunnen naar de studio. Ja, nee. Oh, goedendag. Godverdomme. Waardoor ik sloot me uit, mijn hart helpt geen fluit. Godverdomme, waar doe ik ervoor? Ik sloot me uit, mijn hart helpt geen fluit. De bedoeling van dit nummer was dat het samen met Ger en Amine op de plaat gezet zou worden. Maar het is niet gelukt. Zo, er was een stukje geschiedenis. Dat was toen interessant, want zo'n opname kostte een gulden of 3. Alleen een bandmateriaal, dat werd met 1 microfoontje opgenomen en klaar was het weer. Daar gebruiken we nu tegenwoordig een 24 sporen. Stil hier. Een 24 sporenmachine voor. Op 24 verschillende kanalen wordt er nou een nummer bij elkaar gerammeld, waar ik ook zelf geen bal van snap. Dus het is ook al, vandaar moet ik het ook weer een beetje streng houden. Wie een vraag stelt waar ik het antwoord niet van weet, die wordt er onmiddellijk uitgedonderd. Dat is wel makkelijk. Wij proberen dat enthousiasme mede ook vorm te geven, doordat je met via het aanhangerschap normaal van alles doet. Bijvoorbeeld de rondleidingen hier in deze ruimtes. Dat is toch vrij uniek. Er zijn weinig groepen, dacht ik, waar je zo in hun werkruimte, in hun studio een kijkje mag nemen en daar een beetje uitleg over krijgt. De enthousiasme wat erin zit, hoe de jongens dat brengen, en het contact met het publiek, zo dicht bij de jongens kan komen en die jongens zo dicht bij het publiek. Dat bindt elkaar. En het is Nederlandstalig, hè? Dan kunnen wij ook goed verzamelen. Dus wij als echte boeren, zeg maar. Probeer maar eens een keer een band te vinden die zo lang en zo goed meedraait als normaal. Die elk jaar toch weer een LP uitbrengt. Een Nederlands band, hè? Ja, noem maar een band op en die moment in heel praten staat, maar is er geen één. Alleen normaal. En een Nederlandse band ook, die hebt niet elke week 3000 man in een tent of zo. En welke band heeft het grootste fanclub? Precies hetzelfde. Dat is normaal. Ja, normaal is het. Ja, en dat is net zo'n groep die spreekt je aan. En daar ga je een beetje moeite voor doen. Besteed je veel geld aan normaal? Ja, besteed je veel geld aan normaal. Als ik, je kaartje kost gemiddeld 2 tientjes. Je koopt een t-shirt, je koopt je. Elke set hebben ze toch meestal een nieuw t-shirtje. En dat t-shirtje kost ook 25 gulden. We zijn nou zo'n beetje 5 maanden bezig. Zijn we dan nou gisteravond de laatste keer geweest, was het dan de 10e keer. Toen zetten ze het dicht bij ons in de buurt. Wagen hier in de Achterhoek.
Nou, de ene keer blijven slapen of je blijft in de auto slapen, je zoekt een hotelletje op. Daar in, het kost je wel het een en ander, maar, je bent een keer jong en dan moet je ervan genieten. Morgen speel te vroeg, stiert er een aan de deur. En is maar flink geërgerd, hoe kom je dan voor? Zeg, wat zien jullie nou eigenlijk in Normaal? Het is gewoon één grote bende van plezier en meer komt er niet omheen. Het is gewoon... Hendrik! Het is gewoon één grote bende plezier en je vergeet alle zorgen om je heen. Dat is voor mij normaal. Texten die zijn goed. Texten. Die komen op voor ons. Ja. Ja, ze komen gewoon op voor het platteland. Achter ons, hè? Ja, maar Texten gaat weer over ons leefklimaat. Dus hoe wij leven, dat zingen zij. Daar komt over dan meer. Zingen in mijn eigen taal en dat groeit een beetje in, denk ik. Vooral de oude LP's voor doordonderen zingen ze een beetje hoe wij leven, wat wij voelen. Dus een beetje levensechte teksten. En dat vind ik wel goed. Het is gewoon het werk wat wij doen en een saamhorigheid in de omgeving, de normenplicht en dat soort dingen. Hoe wij samen leven en hoe we kijken tegenover de mensen uit de grote stad. De verschillen tussen hoe wij hier leven en hoe wij tenminste denken dat de mensen in een grote stad leven. Hoe leven die dan? Volgens mij zijn ze veel haastig, veel meer haast en ze kennen elkaar niet zo goed. Als je in de stad woont, op een flat, een man kent zijn eigen buurman nog niet eens. En hier heb je een grote buurt met elkaar. Met elkaar, soms help je elkaar met werk als het druk is en dat soort dingen. Heel mooi, hè? Doordat je elkaar kent, bestaat er ook een veel grotere band met elkaar, denk ik. En dat brengt gewoon een stukje sfeer met zich mee. Een hele neus noodplicht. Zou je in de stad willen wonen? Nee, nooit. Je zit op een flat, maar je kent niet eens degene die naast je woont. Nou, en volgens mij hebben ze ook geen behoefte aan. Nou, ik vind het niks anders dat ik de hele dag alleen moet zijn. Nou, hier op het platteland is dat niet zo. Je kunt naar elkaar toe als je dat wil. Nou, er wordt wel vaak gezegd, die domme boeren ook weer of zo, maar... Als dat tegen mij gezegd zou worden, dan trek ik me daar niet meer van aan. Nou ja, iedereen die uit Oost komt is een boerenlul, want ik kom zelf helemaal niet van de boerderij. Maar als ik dialect praat of zo, het is gelijk, je komt uit Oosten, kom natuurlijk weer van de boer, enzovoort, enzovoort. Ik woon gewoon in het dorp, ik woon in een gewoon huis, ik kom helemaal niet van de boerenafkomst. Maar als je dialect praat, ben je gelijk alleen van de boerenlul, dus... Maar de schaam hoef je toch niet voor te Nee, de schaam ik er helemaal niks voor. Ik ben trots op mijn taaltje. Als ik op vakantie ga, dan doe ik ook rustig klompen. Maar als ik in Valkenburg of waar dan ook loop, dat maakt me niet uit. Het is mooi wel zien waar ik vandaan kom. De boer is een kerel. Misschien wel, ja. Niet meer dan iemand anders, denk ik. Het is gewoon een beroep. En ik vind het mooi. Je bent de hele tijd, je kunt je eigen tijd een beetje indelen. Je bent met dieren aan het werken en je bent eigen baas. Dat spreekt me ook wel aan. Je kunt echt je eigen gang een beetje gaan zoals je zelf denkt dat je het goed doet. Ik merkte wel dat ik toen ik in Hummelo, als Hummeloer op de middelbare school in Doetinchem kwam, waar in mijn ogen net als Zutphen en Doesburg wat grote steden zijn, en moet in Amsterdam er wel weer om lachen misschien, maar dat waren in mijn ogen grote steden, toen had ik al heel duidelijk het gevoel dat die jongens uit Doetinchem wereldser waren en iets vlotter met de bek en zich sneller konden beslissen en wat vlotter. Een plattelander is over het algemeen wat bedachtzamer. Maar wordt daarom vaak voor dom versleten. Wat niet zo is. En
Ja, al zeg ik het zelf, we hebben met Normaal daar wel iets in losgemaakt. Het eerste is dat zij met hun dialectgebruik duidelijk maken dat je door dat dialect te gebruiken niet onder hoeft te doen voor mensen uit het Westen, uit de Randstad. En daarmee hangt onmiddellijk samen dat ze het zelfbewustzijn van de plattelander, van de boer, sterken. Als nu een groep als Normaal duidelijk maakt dat zij toch met hun manier van optreden best mee kunnen komen, dan is dat van groot belang. Ik ben maar een eenvoudige boerenlul en daar schaam ik me niet voor. En de puntstof van die dingen, die heb ik heel goed. Ik zal eigen weten wat ik doe, want ik heb een geen stomme koe. Is een soort geuzennaam geworden, boerenlul. Ja, dat hebben we zelf als geuzennaam aangenomen. Boerenrok, boerenlul. En werden in het begin natuurlijk, wat je enorm uitgezegd, boeren. En ook spreekwoorden, boeren, boeren. En wij enthousiast meedoen, boeren, klap, wij zijn boerenklasse. Nou, er zijn mensen die dat prachtig vinden natuurlijk. Oh, ja ik kan rustig stellen dat ik dat was. ik voelde me, en dat voelde ik nog steeds wel een eenvoudige boerenlul. Die tekst, daar kan ik 100% achter staan. Ja. Als ze tegen mij zeggen, hey, boerenlul, dan zou ik er meer of meer trots op zijn. Ze praten altijd wel over Holland, hè. Van Holland met de moltje en de klompen, hè. Maar de boer die moet het goed maken met de klompen. Je ziet geen westeling lopen met klompen. En ze hebben daar altijd over heel Nederland op de radio over... Klompen en mols. Klompen en mons. Maar de boer, die moet het wel goed maken. Wie gaat huiken in naar de kermis toe? Ik kan maar weer een huur, maar vraag me niet hoe. Ik duw het goede pak aan en mijn strikske weer. In 2 dagen tijd draai ik mijn geld de deur. De kermis speelt hier in Laren ook een hele grote rol onder de bevolking, denk ik. Iedereen die leeft er een beetje naartoe. Ja. Er gebeurt gewoon een heleboel op de kermis en Normaal die zingt er ook over. Het is feest, je hebt lol de hele dag. Ja, drinken erbij. Het speelt toch wel een hoofdrol, denk ik. Maar dat is ook belangrijk voor jullie, dat... Drinken. Het drinken, nee, hoor, die hele sfeer die eromheen hangt. Nee, hoor. Er wordt heel vaak een band getrokken met Normaal fans. Oh, dat zijn van die zuipers en zo, maar... Ik denk niet meer als ieder ander, maar... Ik drink normaal nooit alcohol, alleen in het weekend. Er wordt gewoon lekker feest gevierd en daar is dan toevallig bier bij me. De blues, Strand is mijn business. Strand is mijn business. Oh, jullie zingen toch betrekkelijk vaak over vrij platvoerse dingen, hè? Ja. Stront, ja. Uitwerpselen, seks. Ja, maar dat komt in feite omdat je op het platteland ermee grootgebracht bent... dat als je geen stront op het land gooit, dan kan de stedeling geen brood eten. Dus die planten moeten groeien omdat je stront op het land gooit. Maar goed, we hebben Stront is mijn business. Dat is de nieuwste blues, maar we hebben ook de Druterije blues. Dat gaat over dat je vreselijk last van diarree hebt, zo erg... dat de gemeentereiniging er aan de pas moet komen. En we hebben de krenterige, uitzuigerige truttenblues, afgekort KUT, klompen uittrekken. En ja, 8-cylinderblues, dat is ook heel platvloers eigenlijk. Als ik het heel ruim neem, zijn dat natuurlijk dingen die in de wereld van de boer heel gewoon zijn. Daar kun je over praten, wat je bijvoorbeeld in
nou, laat ik nog maar zeggen, een stadsgezin veel minder doet en veel minder open doet. Maar op zichzelf is dat natuurlijk geen kenmerk van de plattelander dat hij met voorkeur daarover praat. Dat is hun voorkeur en die hangt natuurlijk toch ook samen met het publiek waarop ze zich moeten richten. Zij zingen het, ik niet. Ja, maar het spreekt jou wel aan. Ja, over het algemeen spreekt het normaal meer heel erg aan, ja. Maar het zijn wel dingen die dicht bij jullie leven staan, dus. Ja, de oudere LP's vind ik wel, ja. Wat ze nu zingen, als het over seks... Ja, ik vind dat ze steeds meer beginnen over het seks van... die zo eigenlijk allemaal in carnaval thuis horen, vind ik eigenlijk. De boerenlul, dat schaam ik nu niet ver. En ik ben zo van die dingen. Ik ben geen stomme koe. Wat ik maak, als dat kitsch is, vind ik het prima als het maar door een grote groep mensen begrepen wordt en gewaardeerd wordt. Dat vind ik belangrijk. Ik wil iets voor grotere groepen doen, niet voor een select groepje. Ja, de boodschap is meer het daldeen, het schik maken. Doe maar gewoon, doe maar simpel en dan doe je al gek genoeg. Ik denk dat meer de strekking is van het hele normaal gebeuren. Er zit echt niet een bepaalde diepe, tenminste zo voel ik dat niet. Het wordt altijd subtiel verstopt in teksten, maar er is wel sprake van een visie. En zelfs wel, als je dat zo wil zien, van een boodschap. Maar de fans die denken nog wel eens van, als die jongens uitgespeeld zijn, dan gaan ze weer koeien melken. Ja, heel vaak hoor je dat. Het fans dan denken, dat is hartstikke leuk. Dat ze om een uur of vijf onder de koeien getrokken worden, onderuit de koe getrokken worden. Op een stoeltje gezet worden en in de bus. En naar een optreden gereden worden. En daarna eventjes slapen, is morgens om 6 uur moeten ze weer onder de koeien. Dat is prachtig. Vulsie, dan ben je lekker haken, mooi feestje en toch, hij wel eens van die momenten dat hij denkt, ik voel me in. Ongeveer, ja. Ken maar van al die rassen jouw.
met de OPR. Ik ben meegekomen en met normaal kwam ik vroeger als fan van de eerste orde. Gewoon net zoals hier die jongens allemaal die vooraan staan op het podium. En dan schreef ik altijd de termen huiken. Maar dat was in 77 al. Toen begon ik het al over. Huiken en zulke dingen. Huiken, dat komt van het woord, ja, huiken is de betekenis van inhaken, polonaise, kom maar aan Wil. En dan moet het gebeuren. Even de hele zaal op de kop. En ja, zo is het eigenlijk zo. Haken, hè, inhaken zeg je alleen maar huiken, wie zegt al huiken. Kom op, huiken, inhuiken, hop, en dan moet het gebeuren. Merkwaardig is dat dat woord huiken taalhistorisch helemaal niet uit de Achterhoek kan komen, daar ook niet kan bestaan en ook nooit in een of ander dialect gebruikt is. Dat is iets wat zij, iemand in die groep, bedacht heeft en dat gaat dan zijn eigen leven leiden. Stukje normaler gemaakt? Ja, absoluut. Ik bedoel, als je in Amsterdam loopt en ze schreeuwen huiken en ze begrijpen de term ook, dan wil ze dat je toch wel iets teweeg gebracht heeft. Ja, absoluut. Plus het denk ik, het belangrijkste aspect, verdienste van normaal, vind ik het feit dat de plattelandsbevolking zich niet meer bij voorbaat ondergeschikt voelt aan de randstedelijk.